We gaan eerst luisteren. Let op wat er gebeurt. Dit is altijd leuk, hè? Dan sta je gewoon stil. Jij gaat zeker naar een burn-out doen. Gas aan. Gas. Gas en los. Los. Zo jongens, dan ben ik weer homebase MRT Automotive. Dus even kijken hoe ver dat is gesteld met de auto. Het is natuurlijk maar een kleine 40 minuten rijden voor mij, maar het is ongeveer mijn tweede huis geworden inmiddels. En we gaan eens even kijken. Jullie houden voor mij nog een video te goed van hoe dat de motor gebouwd wordt. Want al die kleine dingetjes die gaan we natuurlijk achter elkaar plakken. Het blok staat wel in zoverre klaar. Tadaa. Zwart gespoten. Super gaaf. Ik kan er niet te veel over laten zien. Ik ben natuurlijk wel enthousiast, want ze hebben knijterhard doorgewerkt om te zorgen dat ik in ieder geval naar Day One World of Cars kan. Ja, wat kan ik erover zeggen? Nog eigenlijk heel weinig. Waarom? Ik kan niet vertellen hoeveel pk's hij gaat draaien. Ook niet op Day One World of Cars, want daarna gaat hij pas de dyno op, want hij moet nog helemaal afgesteld worden. Kan er in ieder geval mee rijden, dat is het belangrijkste. Versnellingsbak upgrade wordt ook gedaan momenteel, maar ook na Day One World of Cars zal deze bak upgrade dus plaats gaan vinden. Ik hou jullie daar natuurlijk wel van op de hoogte. Ondertussen staat hier natuurlijk nog meer knijtervet spul. Dit is ook zo bizar vet. Super gaaf gespoten. Ik vind het zo gaaf. Kijk, die intercooler blauw zijn. Hier zitten echt grote turbo's op. Het past allemaal maar net. Het is er wel voor gemaakt. Maar dan nog, het is gewoon knijterveel werk. Ik laat het nog even een klein beetje zien. Kijk, die carbon inlaat. Die turbo's dik zijn. Oh, echt, echt heel vet blok dit. Dit is iets wat voor mij unreachable is. Hier komen ook straks pk's uit, jongens. Daar word je helemaal akelig van. Dus het is een bekende GTR. Ik zal er nog een keer een shout-out naar doen. Maar ik ga eerst aan hun vragen of dat überhaupt mag. Maar kijk, hier die blow-off zitten. Dit is zo knijtervet. Dit is natuurlijk de uitlaat die hier dan uiteindelijk verder gaat. En zo ziet het GTR eruit als het blok eruit ligt. Gaaf, toch? Of niet dan? Als het goed is, nog een dag of twee dagen. En dan is de mijne aan de beurt om het blok erin te gooien. Hierbij nog een paar beauty shots in vergelijking van mijn blok. Wat ook nog jammer is dat de downpipes die hierop zitten, mijn oude downpipes, niet groot genoeg zijn. Dus ook daarvoor wacht ik nog even op andere downpipes, grotere downpipes van HKS. Ja, na Day One World of Cars kunnen pas AMS. Zie je, Richard begint gelijk met mij te verbeteren. AMS, downpipes van AMS. Hoeveel millimeter? 90 millimeter. Okay. En dan moeten we nog meer geluid kunnen maken. Ook dat komt eraan. Ik ben wel enthousiast, absoluut. Ik kom echt onderweg altijd van alles tegen. Wat is dit dan weer? Ik smelt voor jou. Dit is gewoon een ijskookcar. Hoe dan? Het ziet er wel echt gewoon dik uit. En zoals jullie dus zien, ik zit dus weer in de auto. En ik ben weer eens onderweg naar iets hoor. Ik ga even langs bij een vriend van mij. Geen onbekende in dit geval, want jullie zien hem ook altijd op de grotere autoshows en dat soort dingetjes. Ik ga even bij Lars kijken. Zo, ik ben aangekomen bij Lars. En zoals ik al zei, het is geen onbekende, want Legends see Legends. Kijk, en dit is de auto die jullie meestal zien als we naar autoritten gaan, meetings gaan, dat soort dingen. De Brabus G-Wagon. Ja, wat een bakbeest is dat. Hè. Er staat natuurlijk op dat het 850 pk zou moeten hebben. Kijk hier, hartstikke idee. Maar ik denk dat we allemaal weten dat het ding 1200 pk draait. Oké, ik moet zeggen, ik heb een ander truitje aan. Het is ook een dag verder, want gisteren, Lars had geen tijd meer. Ik had geen tijd meer. Dus, maar Lars, wat gaan we nou doen? Wat gaan we doen? We gaan even naar de loods. We gaan leuke dingen doen. Waar heb je me nou weer mee naartoe genomen? Echt jongen, ik kom op plekken, ik sta hier gewoon op een... Wat is dit? Een luipaardhuidje? Gast. Ik kom hier echt gewoon de kamer binnenstappen. Kijk. We wilden naar de loods, maar we hadden de sleutel van de loods niet bij. Nou is dat niet zo heel erg, want hier staan ook nog auto's. En auto's is natuurlijk het ding. Maar wat vinden jullie van deze... Die arcadekasten, zo heet dat toch? Ja. Alhoewel dit niet echt meer een arcadekast is. Dit zijn de oldschool kasten, de echte. Dit is wel heel erg knijtervet, hè? Gewoon echt met pedaaltjes en zo erbij. Die vind je dus gewoon in speelhallen. Hier kun je eens twee tegen elkaar spelen. Hier nog eentje. Wil je wat echt zien? Pin arcade. Echt gaaf is. Dit is met certificaat. Dit is echt uit de oorlog. Let op. Dit is een, hoe moet je dat zeggen? Een Tommy gun, noem ik het maar even. De luchtdrugs eigenlijk. Nou nee hoor. Dit zijn. Oh joh. Dit zijn echte dingen. Joh. Ja ja. En dit is een Tommy gun. Kijk, dit is echt uit de oorlog. Kijk, echt wel vet. Heel certificaat bij, anders mag je hem niet hebben. Dus die is speciaal onklaar moeten gemaakt worden. Maar je hebt dan je schietdiploma. Ja, ik heb een schietdiploma. Maar ja, kijk, zoals je ziet. Oh, je hebt hier nog meer van dat... Nou, dit is allemaal lucht. Dit is lucht. Kijk. Leuk man. Zo, scoop je erbij. Ja. Lasers.
Leuk speelgoed hier. Ja, dus wij doen wel een beetje speelgoed, hè? Als je het nog niet wist, Lars is gewoon het grootste kind ever. Mijn vrouw zegt het altijd, maar ja, jij ook. Maar wij zijn zelf ook kinderen blijven, wij alleen speelgoed wordt duurder. En zo gaat dat nou eenmaal. Dus, Kijk, elke auto die we hebben normaal, ja, hebben we natuurlijk miniatuurtje ook echt van. Miniatuurtjes. Hè. En, welk blok heb je hier nou staan dan? Een LS? Dit is de Hemi. Oh, de Hemi blok? Ja, kijk. Dat is ook wel speelgoed. Kijk. Hier ook nog een Hemi. Hemi, staal. Jeetje. Ja, is dat leuk. Lekker man. En een beetje speelgoed op. Maar heb je dan ook een Hemi-blok in het echt? Ja, die hebben we ook nog, hè. En jij hebt een sleutel gepakt, waarvan? Let op. We gaan luisteren. We gaan eerst luisteren. Let op wat er gebeurt. Eén moment. Gaan we kijken, kom. Dit is lekker. Dit loopt zo lekker. Ja, maar jij rijdt er nooit in, hè? Nee. Het is een vrouwenauto. Charger S&T. En zonder gein, ik heb deze al eerder laten zien, ik leg een nieuw blok in, hij is ingereden. 6,4 liter, maar geloof het niet, want deze die heeft iets meer liter inhoud, want hij is getuned. Deze die heeft ook een blower erop, of wat was het? Supercharger. Kijk, wat we even doen. Betekent eigenlijk vanaf 0 toeren heb je al gewoon pk's. Weten de mensen wat SRT betekent? Leg het eens uit. Street Race Technology. Street Race Technology. En dat doen we op track. Er was alles ingeschakeld. Ja. Dat is leuk. Kijk, echt dat telletjes ook, hè. Niet dat digitale fake zooi. Old school. Heerlijk. Van welk jaar is deze? Deze is 2016. 2015. Oh, dat rijdt wel lekker om, maat. Jezus, man. Dit is ook wel goed. Dit loopt echt lier. Hey, let op. Ik mag het niet zeggen, maar we rijden 100 km per uur gewoon. Even uit het niets gewoon. Echt bizar. Kijk, dit is kilometers, newtonmeters, koppel. Kracht, alles op en eraan. Jezus. Hij loopt, jongen. Dit is bizar. Ik was niet leuk, nou. Dit is ook klein te vet gewoon. Ja, maar dit is een auto om te pesten. Maar jij gaat zo rijden, ja. Rijden. Ja. Want ik wil dat jij gewoon even zelf rijdt. Jezus. 8 uur dagen regen? Ja. Puur op de 8 uur. Ja. Leuk. En deze gaat in de toekomst 900 pk doen? Ja, dit is altijd leuk, hè? Dan sta je gewoon stil. Oh, dit is zo vet. Kijk, we doen eerst lekker rustig. Even voelen. Godsamme zeg, dit rijdt soepel. Dus jongens, ik zit dus gewoon in een SRT. Hoe hard gaan we hiermee rijden zo meteen? Nou, wat moet die? Van de ene afslag naar de andere, ja. Moeten we toch makkelijk 260 halen. 260? Ja, moeten we makkelijk halen. Wat zeggen we nou? We rijden het niet, dus we krijgen er geen boete voor. En het is Mexico, hè? Jij gaat zeker naar een burn-out doen. Werkt dat? Ja, weet je hoe dat moet? Een beetje het voet erop houden. Gas. Gas. Gas en los. Los. Zo, ruikt die banden ook, hè? Ik heb het al vaker gezegd, er moest gewoon geur op de camera komen, want... Dit is zo lekker. Wel. Heerlijk. Ze zijn in ieder geval warm, de wandjes. Geef eens gas, gewoon even intrappen. Even. Zo lekker, hè? Lompe Amerikaanse loopt power. Echt lekker, het loopt als een zonnetje gewoon. Lekker, hoor. Voel je hoe soepel? Ja. Maar het is niet dat hij zo terugschakelt, hapt en nee, bam, nee. bam, dat niet. Het is gewoon soepeler. Er zit een auto voor. Ja. Kun je geen gas geven? Altijd vervelende auto's. Kijk Leslie, hoe klein die is in de stoel. Ja, maar jij bent groot. Nee, kijk eens hoe dik in die stoel. Jij zit helemaal... Jij is groot en ik is klein. Ik is klein. Hij zit er niet in, hè? Nee, hij is heel netjes, hij maar toch screamt hij wel. Je hoort hem wel doen. Wat doe je links? Hij loopt lekker. Wow. Hij loopt echt lekker. Oh, hier, een tunneltje. Je hoort die motorgeluid en het zware geluid, ja. Heerlijk. Er mist toch wel een blow of turbo. Ja, maar dat komt volgende rit.
zit het erop. Oh, we gaan terug sneller. Ja, tuurlijk. Zeker. Voel je die 700 Nm gewoon duwen? Kijk, ah, ja, maar dat is heerlijk, maar het voelt anders. Het is anders, het is heel soepel, hè? Heel anders dit. Dat zou ik niet zeggen. Nee. Ja? Is echt gewoon van, er komen hier nog zwarte wielen onder. Ja. Hele diepe zwarte wielen van Prestige komen er nog onder. Vet hoor. En er komt een mooie wrap overheen. En dan is het echt de GTA-auto, hè. Ja, maar kijk, die hebben we dan ook al gezien. Deze hebben we natuurlijk ook al een keer gezien in de vlog. Deze niet. Deze niet, denk ik. Nee, die hebben we nog niet gezien. Maar dat is wel een lekker beestje, 2,5 liter. Hartstikke idee, Brabus. Maar die gaat eruit, hè? Ja, die is te koop. Moet je nog... zeggen, bel Lars als je hem wil kopen of zeggen van nou... Ah, hij is te koop. Ik denk, misschien neem ik hem mee en wie een goed bod doet, die mag hem kopen. Is wel even voor jullie, uniek, is de enige in Nederland die er is. Ja, is, daar hebben we ook al eens een keertje een elfje mee op de weg gezet. Ja, daar hebben we wel eens een keer lopen rubberen. Even gummen, helemaal blekkend. Dat blijft gewoon een schatje. Ja, dit is echt een lief wagentje. 830 pk. Deze. Die wil ook wel. Een Rocket, hè? Een C-klasse Rocket is dit. Ja, maar daar ben je trots op, hè? Ja, die... Toen ik jou leerde kennen, had je het alleen maar hierover. Ja, maar nog steeds. Echt ik rijd hier dagelijks mee. Dit rijdt zo lekker. Dit is gewoon... Ja. En weet je wat het leukste is? Je ziet niet dat die snel is. Nee, dat klopt. En dan is het leuk om mensen te pesten onderweg. Maar dit is ook leuk speelgoed. Dat is fout, hè? Dat is zo fout. Eigenlijk wil je daar niet mee gezien worden, maar soms kun je gewoon niet anders. En toch doen we het. Ja, daarom. Omdat het kan. Omdat het kan. Want het is leuk. En dan hebben we daar nog wat staan. Oh ja. Lars, we waren hem bijna vergeten. Hij viel helemaal weg in de achtergrond. Jeetje. Maar dat ding, dat kan je toch wel gewoon echt door de drek heen douwen. Dat zit niet vast. Maar ja, dat, kijk, dat zie je ook. Dat doe ik er ook mee. Want ik rijd er ook echt mee. Dat ding is hoog, hè, jongens. Niet normaal. Echt zo gaaf. Dat treeplankje, dat komt natuurlijk gewoon naar buiten als je de deur open doet. Heerlijk. Of doet hij het niet? Hij is leeg. Hij is leeg. Heel je accu is leeg, überhaupt. De accu is leeg. Maar kijk, jongen. Dat interieur, mag ik het zeggen? Dat is toch ook fout? Porno. Dit is echt kijk, gaaf. Kijk. Maar dit vind ik dan wel knijtervet. Heb je er 6 of 3? 6. 3 links, 3 rechts. Vet en, hoor. En dan moet ik zeggen, Rick maakt de beste RK Customs uitlaten. Ja, ik vind het wel heel vet gedaan. En even over geluid, hè. We weten over kabaal, hè. Ja. Maar Beast maakt echt, overtreft iedereen in geluid. Wanneer heb je Beast bij? Day one. Dat wordt goud. Dus je gaat die loods helemaal gek maken. Ik ga me gedragen. Ik beloof jij gaat je eigen gedragen? Ik ga me gedragen. Zo jongens, dit was weer goud natuurlijk. Ik kom net van Lars vandaan. Het is weer veel te laat geworden. Het is alweer bijna 10? 9:45. 9:45 alweer. Het was zo gezellig. We hebben weer leuke dingen besproken. Er komen vast weer ook hele leuke dingen aan. Dus ik kan alleen maar zeggen, stay tuned. Abonneer op deze vlog. Like deze vlog, abonneer. Ja, weet je, jullie weten het beter dan ik. Maar doe dat dan ook. Oké, hey, ik zie jullie volgende week vrijdag. Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my control. Even de stoel op te zetten. Dat zijn behind the scenes beelden. Wesley is iets kleiner. Iets kleiner, man, toch.